Wij waren 24 jaar in blijde verwachting. En op een dag in januari werd onze dochter geboren, Peggy. Maar na 8 dagen gebeurde er iets dat ik dacht van, wat is dit? Het was eigenlijk net of mijn persoonlijkheid in een grote angst terechtkwam. En dat is dan een postnatale depressie, zo wordt het genoemd. Ik had ook zelf het idee van, waar is God? We hadden echt een hele vriendschap met God, dat was gewoon geweldig. Maar ik kon op een gegeven moment ook dat niet meer ervaren. Wat heel bijzonder was, er waren wel een aantal mensen aan ons gekoppeld, waarvan wij wisten, die bidden voor zieken. Daar gingen wij ook regelmatig heen en wij hadden wel het idee van, er is een vrouw en daar moeten we zijn. Het ging maanden zo door. Dus in plaats van dat je ergens merkt dat er verbetering is, ging het alleen maar achteruit. Eind november ging het zo slecht met mij dat ik wegliep en dat de psychiater zei van, ik denk dat het tijd is dat Anna opgenomen moet worden. Nou, toen kwam de dag dat er besproken moest worden waar ik heen ging. En diezelfde ochtend was mijn man bij de psychiater geweest. En die had hem de vraag gesteld van, meneer Goede, moet u eens niet gaan kijken dat u een eigen leven met uw dochter gaat opbouwen. Want wij kunnen niks doen voor Anna. We denken dat het niet meer goed komt. En toen had mijn man op die ochtend gedacht, zou dit nu het moment zijn dat wij weten van, voor de medische wereld is dit niet te behandelen. En dat God gaat ingrijpen. En 's avonds zouden wij naar de vrouw gaan die regelmatig met ons bad. En wij kwamen bij die mevrouw binnen. Zij praatte met ons. Zij zei dingen die ze al 100 keer eerder had gezegd. Het gekke, maar ook het mooie was, dit keer kwam het binnen bij mij. Dan zei ze altijd van, God heeft dat niet voor mensen, dat hij ze afschrijft. God geeft juist hoop. God geeft herstel. En op dat moment, op die tijd en die plek kwam dat binnen. En ik ging met Roel terug naar de paasafdeling, daar zette hij mij weer af en ik kwam daar binnen. En mijn vaste begeleider kwam op me af en die zei, wat heb jij gedaan, waar ben je geweest? Want je kijkt heel anders uit je ogen. 14 dagen na dat gebed zat ik weer thuis met mijn dochter en ik kon alles weer aan. Ik zal dit nooit vergeten en het heeft ook gemaakt dat God voor mij nog belangrijker en nog persoonlijker is geworden.